Hoi, ik ben Jamie van Bucks Music en vandaag review ik de Epiphone Thunderbird bas. Deze bas is gebouwd in China, in tegenstelling tot de iets duurdere serie die gebouwd is in Indonesië. Maar goed, qua hardware en kwaliteit is het gewoon een hele degelijke bas. De bas is volledig gebouwd uit mahoniehout. Dat geeft de bas een iets warmere klank van zichzelf. Maar als je de toonpot opendraait, dan heb je echt wel wat helderheid en dan komt die iets... iets vetter door de mix. Even kijken, de bas heeft eigenlijk de standaard volumecontrole en tooncontrole. Je hebt twee volumes en één toon. Eén volumecontrole is voor het voorste pickup, dat is deze. En de tweede volumecontrole is voor de achterste, voor de bridge pickup. En de tooncontrole is eigenlijk een hoogaf filter. En die zorgt dus ervoor hoe meer je hem terugdraait, heb je eigenlijk iets toffer geluid. En als je hem dus naar voren draait, dan heb je een heel helder geluid. De pickups zijn twee humbucker pickups. Die geven van zichzelf een hele warme, maar ook krachtige sound. De Rosewood toets daarentegen, dat is eigenlijk ook een hele mooie combinatie met de Mahoney body. Dat alles tezamen maakt het een hele warme sound, zeg maar, wat de bas van zichzelf geeft. Daarentegen is de bas vervaardigd met zwarte hardware. Zo zie je de bridge, de tuners zijn ook helemaal zwart. Het ontwerp van de Epiphone Thunderbird bassen gaat terug naar 1963. Daar is onder andere The Who, Lynyrd Skynyrd en Cheap Trick mee bekend geworden. En dat is eigenlijk een heel traditioneel model. Ja, het model is eigenlijk, deze serie heeft een bolt-on nek. Dus die loopt niet door in de body in tegenstelling tot de duurdere serie. Dat heeft ook effect op het geluid. Wanneer je een doorlopende nek hebt, dan heb je meer sustain in je sound en dan dat hoor je ook gelijk terug in je spel. Deze Epiphone heeft in tegenstelling tot de iets duurdere serie, de Pro-series, heeft deze een bolt-on nek. Dat wil zeggen dat hij misschien iets minder sustain heeft dan de bas met de doorlopende nek. Maar goed, desondanks is het gewoon een hele goede bas. En qua sound zit het ook wel helemaal goed. Ik zal even een paar voorbeelden laten horen van hoe het kan klinken, zeg maar. Het voorste pickup met de toon een heel klein beetje dichtgedraaid. En ik zal nu laten horen dat ik wat meer treble in het geluid gooi. En dan merk je ook gelijk dat hij heel iets agressiever wordt qua sound. Ik heb vandaag gespeeld door een Aguilar Tonehammer 500, 500 watt versie en een Aguilar 1x12 kabinet. Goed, mocht je gewoon een goede bas zoeken met een warme sound en een beetje willen klinken als de bassist van The Who, dan is het een hele goede bas om mee te starten. Wil je meer informatie over deze bas, klik dan in de link in de beschrijving. Of kom naar een van onze winkels in Goes of in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Daar hebben we eigenlijk deze bas sowieso al op voorraad. En mocht dat niet zo zijn, kan je hem altijd bestellen natuurlijk. Vond je deze video leuk? Geef even een duimpje omhoog en dan zijn we ook weer blij. Dankjewel.